Tijdens het wekelijkse persuurtje bij NEC blikte trainer Anton Jansen vrijdagmiddag vooruit op het uitduel tegen Feyenoord op zaterdagavond. In de eerste onderlinge tref op 15 september in de Goffert werd het uiteindelijk 3-3. Nadat eerst de Rotterdammers twee keer op voorsprong kwamen en daarna NEC de winst dreigde op te strijken. Of het in de Kuip met een totaal andere en voor tegenstanders vaak imponerende ambiance ook op een remise uitdraait, dat valt te bezien. Een prachtige uitdaging. Een moeilijke tegenstander en een goede tegenstander. Maar we zien het met vertrouwen tegemoet. Er moet het een en ander weer gewisseld worden. Rijn Koolwijk is nog een beetje twijfelgeval, vertelde je net. Ja, dat klopt. Rijn heeft vanochtend voor de eerste keer weer meegetraind. En dat was een korte training. En we moeten kijken hoe hij daarop reageert. Dus we moeten een slag om de arm houden wat dat betreft. En dan Stefanik doet ook niet mee, hè? Nee, heeft rugproblemen. Nou, hij is even rood. Ja, dat klopt. Maar goed, de selectie bestaat uit spelers genoeg. Dus dat betekent dat als iemand niet kan spelen, dan speelt een ander. We zullen alle spelers keihard nodig hebben. En dat is het hele seizoen. We hebben niet alleen 10 of 11 spelers nodig. Iedereen heeft keihard nodig. Wat vond je van Lassen, die de laatste keer erin kwam? Nou, dat was moeilijk voor hem natuurlijk, omdat we gelijk met een man minder stonden. Maar dat heeft hij prima gedaan. En hij mag dus morgen ook spelen? Ja, hij gaat morgen ook spelen, ja. En je gaat Navarone voor erin zetten. Die komt dan in plaats van Stefanik, hè? Ja. Navarone die heeft gespeeld afgelopen woensdag. En dat heeft hij ook prima gedaan. Conboy doet weer mee. Ali Reza, nog niet helemaal, hè? Ali is nog niet, die is nog niet in zodanige conditionele toestand dat hij zou kunnen starten. Maar goed, daar wordt hard aan gewerkt. En op het moment dat hij invalt, dan doet hij het prima. Dus het blijft natuurlijk een hele talentvolle speler. En we hopen hem zo snel mogelijk weer helemaal fit te hebben. Ja, goed. Het lijkt mij voor jou als trainer ook heel erg moeilijk om iedere keer maar diezelfde vragen. Want dan is er weer een wedstrijd en het had een winnen kunnen worden en dat wordt een gelijkspel. He, en dan ga je weer naar zo'n wedstrijd als morgen toe. Dat is ook wel eens anders, hè? Dat het een gelijkspel had kunnen worden dat we winnen. Maar nog te weinig tot nu toe. Maar dat is ook wel eens zo, hè? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed, het moet meer. En dat wil jij ook. En dat willen die spelers ook. Hoe moeilijk is dat ook als trainer om dan ja, toch maar, hoppakee, weer ervoor gaan? Nou ja, goed. Dat is. We hebben een week gehad. De eerste week met prima uitslagen. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En nu hebben we een week, tenminste de eerste twee wedstrijden achter de rug, waarvan we veel meer verwacht hadden. Maar dat valt tegen qua resultaat. Nou, daar zullen we op een goede manier mee om moeten gaan. En dat ziet er ook goed uit tot nu toe. Maar het is niet de wil, hè? Je ziet toch dat de jongens heel graag willen. Een Rijn Koolwijk, ja goed, die mis je natuurlijk ook. Ik denk ook voor de rust. En natuurlijk ook het feit dat er veel nieuwe spelers zijn die we allemaal weer op elkaar moeten inhaken. Ja, je doelt ook op Lassen natuurlijk, die op een laat moment gekomen is. En dat is zeker zo. We hebben niet de nodige tijd gehad natuurlijk om hem in te passen. Dus die zal er morgen mee moeten staan. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ja, ik wil toch nog even vragen. Castillon die viel in op het laatst. Wat vond jij daarvan? Het is niet zoals die in kan vallen normaal. En daar hebben we met hem over gehad ook. En dat beseft hij zelf ook heel goed. Dus hij weet ook dat het anders moet en beter moet. Ja. Vandaag de laatste training gehad? Of gaan jullie morgen ook nog even een training doen? Nee, we hebben vanochtend nog getraind. En vanaf nu bereiden we ons voor op Feyenoord, op de wedstrijd.